We zijn weggelopen uit de raadsvergadering van de gemeente Midden-Delfland. Punt 5 op de agenda was veld 5 van NW 27. Kun jij kort samenvatten wat er vanavond is besproken? Ja, het is een aantal jaar geleden, ik denk een jaar of drie jaar geleden, Fred, dat we begonnen zijn met de aanvraag voor kunstgrasveld en ook de uitbreiding van een vijfde veld. Waarbij eerst sprake was dat de kunstgras op het vijfde veld zou komen te liggen. Wat niet haalbaar was in verband met de zetting van het veld. Toen is de variant gekozen kunstgras op veld 3 en een uitbreiding van veld 5. 2009 is dat financieel afgetikt binnen de raad. Dus de financiën zijn daarvoor vrijgemaakt toen de tijd. Kunstgrasveld ligt er inmiddels. Alleen het vijfde veld, er waren nog enkele bezwaren van omwonenden. En dat was een wat langer traject omdat het bestemmingsplan gewijzigd moest worden. En vanavond is daar groen licht gegeven, dus voor MVV een hele heugelijke avond. En nu maar hopen dat we zo snel mogelijk met de aanleg van veld 5 kunnen gaan beginnen. Ja, even voor de duidelijkheid, we hebben al een veld 5, dat is op dit moment een trainingsveld. Wat gaat er veranderen erop? Het trainingsveld heeft te kleine afmeting om een wedstrijd op te kunnen spelen. Dus het veld wordt opgewaardeerd naar de mate voor een echt speelveld, zodat er op zaterdag ook op gespeeld kan gaan worden. Ja. En zodoende kunnen we dus in gebrek aan ruimte, gebrek aan capaciteit, kunnen we nu voorzien. Dus kortom, een enorme verrijking voor MV 27, wederom denk ik, hè? Ja, enorme verrijking. We hebben nu dus twee kunstgrasvelden. Wat je nu al merkt is dat je qua trainen verschrikkelijk op vooruit gegaan bent. Het vijfde veld geeft op zaterdag nog weer extra verlichting die we nodig hebben. Dit heeft een enorme lange periode geduurd waar je zelf enorm betrokken bij bent geweest. Want kun je uitleggen hoe dat proces vanaf begin tot einde is verlopen? Ja, het begint met een gebrek aan capaciteit wat je dus constateert binnen je club. We hebben toen met een drietal verenigingen te weten, Den Hoorn en Schipluiden en MVV, een aanvraag ingediend voor een kunstgrasveld. Dat was al een behoorlijk traject van enige jaren. Het vijfde veld van MVV was een extra stap die ook toen beslist en genomen is. Ja, waar vandaag dus de uitwerking van plaats gaat vinden. Ja, en de volgende stap, je zegt ja, de vergunning is nu in principe binnen, maar we kunnen nog niet starten. Althans, de bedrijven die het gaan doen, kunnen nog niet officieel starten. Nee, de officiële aanbesteding zal nog moeten plaatsvinden. Er moet nog onder andere een kapvergunning aangevraagd worden, omdat een aantal bomen gekapt moeten worden. Dus er zijn nog wel wat hindernissen te nemen. Het plan gaat in ieder geval uitgevoerd gaan worden. Het daadwerkelijke traject, daar zitten nog wat haken en ogen aan misschien. In dat kader is denk ik belangrijk om aan te geven dat we als vereniging met de omwonenden aan de praat willen gaan. Omdat we ja, ook hun belangen zeker niet onderkennen. En een goede zaak is om met elkaar dat vijfde plan te realiseren. Zodat voor MVV een haalbare en een goede optie is. En ook de omwonenden zo min mogelijk last en overlast van de club hebben. Ja. Ben je blij dat het hele traject achter de rug is uiteindelijk? Want het heeft natuurlijk lang geduurd wat je al zei, hè? Ja, maar dat weet je als je aan iets gaat beginnen. Wijzen van een bestemmingsplan, dan moet je nou eenmaal gewoon procedures doorlopen. En dan kan je zeggen, het gaat me niet snel genoeg, dat werkt niet. Dat is een traject dat je door moet lopen, kost enkele jaren, dat weet je. Aan de andere kant wel leuk als het nu op deze avond een voldongen feit is. Oké, dankjewel.